is Pamela Brand. Ik werk bij het ministerie van Gezondheid en Maatschappelijke Diensten in die Irongo-streek. Ik wil jou vandaag vertellen wat je moet weten van COVID-19-enstof. Is COVID-19-enstof veilig? COVID-19-enstof is veilig en effectief. Enstoffen wordt herzien door de Namibische Medicijnen Reguleringsraad voor dit gebruik wordt om de veiligheid van die enstof vast te stellen. COVID-19-enstoffen zal voor allemaal wat in aanraking komt gegeven wordt op een vrijwillige basis. Is COVID-19-enstoffen gratis? Ja. Die regering voorzien die COVID-19-enstof vrij van kosten aan allemaal wat in aanmerking komt. Wie kan nie vir nou die enstof ontvang nie? Jong mensen onder die ouderdom van 18 jaar, ziek, onwel of gehospitaliseerde patiënten als gevolg van enige ziekte moet inenting uitstel tot 14 dagen na herstelling. Hoeveel dosisse moet ek kry om ten volle ingeënt te wees? Vir die enstowwe wat beskikbaar is, sal elke persoon wat in aanmerking kom, 2 dosisse van diezelfde enstof ontvang, soos geadviseer deur hul gezondheidswerker. Bevat die enstof enige metaal of magneet? Nee, COVID-19 enstowwe bevat nie enige metaal, microscuifie, of magnetische bestanddele nie. Wat moet ek doen as ek my tweede dosis gemis het? Ryk uit na jou inentingscentrum so gauw as moontlik. Kan ek COVID-19 opdoen na inenting? Die hoofdoel van die enstof is om ernstige siekte te voorkom. Jy is ten volle ingeënt nadat die tweede dosis geadministreer is. Daar is 'n kans dat jy kan besmet word, maar die kans dat jy baie siek sal word, is laag. Hoekom moet ek ingeënt word? Enstof sal jou help om nie ernstig siek te word nie. So, minder druk op hospitale, minder druk op intensieve sorgeenhede, minder druk op gezondheidswerkers en minder druk op ons families. Wat is die algemene neeweffekte van COVID-19-enstof? Die algemene neeweffekte wat aangemeld is, een soort gelijk aan die huidige enstowwe wat ons in die Namibiese skedules het, soos pijn, swelling op die inspuitplek, koors, moegheid, koppijn. Maar die nieuwe effekte sal weggaan na 'n paar dae. Hoekom verskil die tydraam vir die beskikbare enstowwe? Hulle word met verskillende maniere deur verskillende vervaardigers gemaak, dus verskil die periode tussen dosisse. Moet ek nog aanhou om te hou by die COVID-19 maatreëls na inenting? Ja, nadat jy ingeënt is, moet jy nog steeds jou masker korrek dra, jou hande met seep was en jou fisiese afstand hou.